Yo, Nintendo fans! We hebben Super Mario 3D World 100% uitgespeeld. Dus nu moest ik een nieuwe serie bedenken voor YouTube. En ik dacht, jullie gaan best wel hard op Mario-series. Is er misschien een Mario-game die ik nog niet heb uitgespeeld? Super Mario Odyssey! De vorige keer dat ik deze game speelde op YouTube, was mijn save game kapot gegaan. Nou, nee, niet mijn save game, maar mijn opnames, die waren verrot gegaan. Dus ik kon niet meer verder, want ik had al 4 afleveringen opgenomen en ja, toen was de serie gewoon klaar op YouTube. In deze nieuwe Mario Odyssey serie gaan we in elke video een andere planeet bezoeken. Dus de ene video wordt lang, de andere video wordt kort. Het hangt een beetje vanaf hoe lang de planeet is. En op iedere planeet... ga ik jullie ook tips geven over hoe je zo snel mogelijk die planeet kan uitspelen. Want er zijn soms wel trucjes voor. Ik ga niet speedrunnen. Ik ben geen speedrunner. Ik kan dat helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk om jullie tips te geven met deze baas Mario die nu lekker... naar de eerste planeet toe vliegt volgens mij. Hoi Peach, ik kom je vandaag weer een keertje redden. Met Cappy erbij. Ja, ja. Ouwe Bowser baas. Ik ben jaloers, Mario. Ik ben nooit jaloers op jou, want er komt sowieso je ass weer kicken. Als je dit wil zien, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we beginnen aan misschien wel een van de beste Mario games ooit gemaakt. Super Mario Odyssey. Ja. Cappy, ja, is kapot. Daar is hij. Oh, no. Nee, dit is Cappy. Hij maakt een Cappy, volgens mij. Hallo allemaal. Ja, we zijn hier in het hoedenrijk aangekomen. Zonder hoedje, zonder petje. Maar gelukkig heeft hij nog een stukje pet. En hij kende wat trucjes mee. Kijk, daar zijn we. We zijn wakker met de maan op de achtergrond. En het grote schip daarboven. En eigenlijk wil je in een speedrun gewoon zoveel mogelijk rollen. En dat doe je door zo naar voren te springen. En dan hoppakee, met je Joy-Cons of met je Pro-controller zo keihard lekker te plampen. Zo heen en weer. Ik weet het anders ook niet wat voor woord ik moest gebruiken. Eigenlijk moet je gewoon heen en weer schudden. Easy. Waarom kan ik nooit normaal praten, jongen? Als ik dingen aan jullie uit wil leggen. Dat is echt verschrikkelijk. Daar is meneertje de hoed met een klein stukje Cappy. En hij gaat zijn magische trucjes doen. Sorry dat ik er zo snel vandoor ging. Jullie liet me schrikken. Ik schrik namelijk nogal gauw. Ik heb gezien wat er gebeurde. Dat was niet niks. Gaat het weer een beetje? Ja joh, het gaat wel man. We zijn in het hoedenrijk beland en we worden aangevallen door het monster Bowser. En dat niet alleen. Ook zijn zusje is ontvoerd. Oh nee, ook jouw zusje. Mijn prinses, jouw zusje. Deze gast jongen. Deze gast. Oh ja. Zijn zusje is de tiara van Peach. Hij wilde gelijk achter hem aangaan. Maar toen. Alle schepen zijn vernieuwd. Niet vernieuwd met een W, maar vernield. Vernield. Maar nu ik erover nadenk, ik vermoed dat het in Koninkrijk hiernaast wel een schip te vinden is dat nog vliegt. Via het dak van de hoedtoren kunnen we erheen, maar niet zolang de handlangers van de Bowser-monster daar nog rondhangen. Maar, jij zit toch ook achter hem aan? Wat als we onze krachten eens bundelen? Laten we samen proberen om ze allebei te redden. Oké, goed. Ja, top. Kijk, dat ziet er top uit. Ah, nee, mijn petje. Hier, ik heb ook je petje, Mario. Vangen! Oh, oké. Dit klopt niet. Kan je even als een ditto gewoon veranderen in een echte pet of zo? Dankjewel. Yeah! Cappy! Daar is die hoor. Ja, nice. Ja. Een andere tip als je deze game zo snel mogelijk uit wil spelen is om al deze dialogen dus gewoon lekker door te skippen. En je game op Japans te zetten. Want dan schijn je ook nog een paar seconden sneller te zijn. Dus als je een speedrun wil doen, dan moet je dat even doen. Ik ga geen speedrun doen, ik ga gewoon lekker chillen. Ondertussen krijg je dus wel gewoon allerlei tips van mij voor shortcuts en dat soort dingen. Zo zal je in de volgende aflevering zien dat er een trampoline bestaat voor een dinosaurus. En dat je daarmee helemaal omhoog kan springen. Dat soort dingetjes. Dat ga ik je leren, dat ga ik je laten zien. Wat je hier dus wil doen om zo snel mogelijk uit te spelen is gewoon lekker zo rollen, bollen, bap, bap. Ja, en dan niet tegen muren botsen. Je wil gewoon zo mop. Ja, ik kan dat niet joh. Ik ben helemaal geen speedrunner. Oké, hendeltje overhalen met Caperoni. En dan komt er een bruggetje als het goed is. 1, 3, 2, 1. Daar is die. Dankjewel. Springen. Rollen. Kijk, ik kan het wel. Ik kan het wel. Oké, dan moet ik alleen even zorgen dat ik niet geraakt word door deze dude. En dan gaan we even hier naar binnen. En dan moeten we hier voor het eerst in ons leven onze cap gooien op een wezen. En dat is deze kikker. En dit is wel een van de meest hilarische kleine cutscenes ooit die ik heb gezien in Mario. Ik vind dit zo grappig. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier? Hij wordt opgezogen in een of ander licht. En dan... verplaatst hij zich in de kikker of zo? I don't know. Daar is de kikker.
Mooi artwork erbij. En we doen onze ogen open. En jou hoor. Ribbit. Ik vind het te grappig. Ik vind het hilarisch. We zijn het kikkertje geworden. Hey! En dan springen we lekker zo omhoog overal op deze platformpies. We kunnen ook nog sprinten, zo te zien. Sprinten! Snel zwemmen! Ja, muntjes. Geef me meer muntjes. Dankjewel. Oké, gaan we hierop. Gaan we hierop. Gaan we hierop. Nog verder naar boven. Even kistje openmaken. Of wacht, kan ik hier ground pounden op deze dingen? Oh, wacht, wacht, wacht. Dit gaat echt top. Laat me eruit. Hier, ik wil dit hartje pakken. En dan door dit deurtje. Dit alles kan je in 2 minuten doen. Kijk, normaal gesproken ga je hier gewoon gelijk de rechterkant op. Er zijn ook mensen die hier links gaan. Die gaan dan hier opstaan en die doen dan een ground pound. En dan gooien ze een capje zo en dan springen ze even zo op de muur. En dan hop, en dan halen zij dat serieus tot hier boven aan de trap. Dat schijnt sneller te zijn. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe zij dat zouden doen. Zo en dan op de muur en dan zo. Oh! Nou ja, we waren er bijna. Alleen dan moet je dus nog een stukje hoger. Je kan dus het hoogste komen door een ground pound te maken, te springen. En dan op het hoogste punt zo. En dan nog een keer. En dan tussendoor nog een wall jumpie doen. Dan kom je nog hoger. Het is insane. Ik weet niet hoe iedereen dat doet. Maar dan moet je maar aan de pro speedrunners vragen. Ik ben ondertussen gewoon lekker tegen de muur op aan het bouncen. En dan zijn ze dus gelijk hierboven bij de baas. Bij de Broodles. What up, Broodles? En er wordt wel geklaagd dat de Broodles eigenlijk gewoon veel te makkelijk zijn. Bij de meeste hoef je alleen maar voor ze te staan. En gewoon te wachten tot ze iets doen. En dan kan je op hun bakken springen. Ah, de bouncerbaas had dus toch gelijk. Hij zei al dat er een klein ventje zijn besnoorde gezicht zou laten zien. Ik weet niet wie je bent en wat je wilt. Maar wij stalen ons altijd netjes voor. Wij zijn de Broodles. En wij zijn de officiële bruiloftspartners van het gelukkige paar. We hebben de schat die we zochten. Dus we zijn klaar hier. Dat is wel een gemiste kans. Als ze nou zeiden, dus we zijn hier klaar. Dan zou het rijmen. Dan zouden ze een soort van epische Team Rocket impressie doen. Maar nee. Jullie zijn Broodles, geen Team Rocket. Alhoewel, we hebben ook opdracht om een hinderlijk potkijks tegen te houden. Dus helemaal klaar zijn we nog niet. Nou, oké. Hallo. Meneertje, broedeltje. Als het goed is, hoef ik alleen maar zo, zo, zo. En dan zo. En dan hatseflats. En dan, ja, dat over en over again. Of zo. Sommige mensen zijn denk ik sneller of zo. Die springen dan gelijk op hun hoofd. Ik ga straks eens kijken of dat kan. Eerst maar eens even deze kapot maken. Hatseflatsie. Hallo? Wil je weg? 1, 2, 3. Hatsukidee. Kan ik nu gelijk... Oh, dit was het al. Ik hoefde maar 2 keer te raken. Oké. Ja, nee, dit was inderdaad niet de meest moeilijke boss battle. En dan klimmen we hier in deze elektriciteitsmast. Dit kan je niet sneller laten gaan. Sommige mensen dachten dat je dit misschien sneller kan laten gaan als je zo je controle trilt. Maar nee! En dan gaat het avontuur nu officieel beginnen. Super Mario Odyssey. We doen dit voor de 2e keer op dit YouTube kanaal. Dit is een beetje een korte video, want ja, we doen alle koninkrijken in een aparte video. En in de volgende video gaan we dus hier naar het watervalrijk. Naar de Triceratop. En hier gaan we dinosaurussen laten vliegen, jongens. Het wordt episch. Het wordt super episch. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan gaat Mario nog even zijn laatste stukje afleggen. En dan zie ik jou gewoon plop bij de volgende video. Mazzel!